Vanavond zendt Veronica een muziekspecial uit rond de popgroep Centerfold. En natuurlijk laten ze hun bekende nummers horen, zoals Radar Love en Dictator en hun nieuwe single Intimate Climate. En tussen de nummers door zorgt Bart Peters voor een interview. Hi, ik ben Ron. Hallo, ik ben Celia. Hallo, ik ben Laura. Wij zijn Centerfold. Ik ben echt van Belg. Echt Belg, denk ik. Echt een Belg, kan niet anders. Nederlanders zijn altijd op tijd. Ik vond Belgische mensen vrij leuk eigenlijk. Nou, ja, nou, zijn ook niet op tijd. Oh, nee, enige vrije avond. Sorry, ik ben een beetje lang. Nou. Hi, sorry. Leuk dat je op tijd bent wel. Jullie zijn toch niet kwaad? Nou. Ja. Ik heb bloemen meegebracht. Zeg Laura. Dank je wel. Dan is Cilia? Het weer goed, hè? Jeetje, en ook dag. Niet een kleine, dag. Hè? Kon moet je wel zorgen, daar is de camera, dat je een beetje in beeld bent. Of flikker ze weg of zo. Ja, oké. Ik zet het even opzij. Goed. Eerste vraag. Wat vinden jullie het leukste wat er is? Het leukste wat er is, komt hier meteen met zo'n vraag. Nee, optreden, toch? Alsjeblieft. Oh, al wel. Wat vind je het leukste wat er is? Optreden. Ja. Ik geloof er alles van. Ik geloof er niks van. Yeah.
even je stokjes nemen. Ik kan het niet. Jawel, hopeloos worden. Dat maakt niet uit. Ja. Laten we even lachen. Ik zal misschien bij jullie een beetje. Alsjeblieft. Oh, jeetje. Nou ja, even keurig doen met de meiden. Ja, ik denk dat zo'n cocktail met fantastisch is. Nou. Oké. Okay. Zijn er op dit moment zangers of zangeressen waar je naar opkijkt? Gewoon omdat ze goed zingen. Ik vind als je naar moderne zangeressen kijkt, ja, dan dat Annie Lennox van de Eurythmics echt een van de sterkste is en meest origineel. Want ze probeert niet per se vrouwelijk te zijn of per se sexy of modern of wat dan ook. Ze doet gewoon wat ze zin in heeft en dat vind ik echt een te gekke vrouw. Doen jullie ook totaal waar je zin in hebt? Ja. Eerlijk, nee, echt eerlijk. Ja, ja, ja. Je moet eerlijk antwoorden. Dat moet je natuurlijk wel bepalen. Maar we hebben het vanaf het begin gedaan. Ja, we krijgen ook heel veel problemen daarmee. Hè? Ja, ja. Maar we hebben gewoon doorgedreven. Nou, dat het te sexy was of dat we een namaak waren dat van Infinity Six of... eeuwig commentaar. Maar dat krijg je altijd. Ook al ben je fantastisch, je krijgt eeuwig commentaar. Maar we hebben gewoon doorgedreven omdat wij dat wilden. En uiteindelijk hebben ze dat dan toch geaccepteerd. Wat is hier nou de bedoeling? Ja, de volgende vraag was, wat is jullie favoriete eten? Japans eigenlijk wel. Mensen horen platen, mensen zien videoclips, zien jullie soms optreden, maar jullie werken hard, neem ik aan. Wat is het grootste werk wat jullie verrichten? Nou, de optredens, geloof ik. Nou, ik denk zelf de voorbereiding voor alles. Ja. Ik vind het meest vermoeiende vind ik het rijden naar plaatsen. En fotosessies en zo. En dat vind ik heel. Want je moet meestal heel lang wachten. Bijvoorbeeld als je tv doet, dan voor één nummer tv ben je dan 4-5 uur bezig. Ja. Mm-hmm. Repetities en weer terug naar de kleedkamer en opmaak. En dat vind ik het vermoeiend. Het optreden op zich vind ik persoonlijk niet zo vermoeiend. Doen jullie graag fotosessies? Ja, zeker. We hebben nu eindelijk een hele goede fotograaf. En die heeft ook heel goed inzicht in wat we willen, let op heel veel dingen. En ik vind dat we, ik ga er altijd met plezier naartoe. Vind je dat jullie persoonlijkheid genoeg naar buiten komt bij foto's? Nou, dat zorgen we voor, toch? Ik bedoel, soms wel, soms niet, maar het heb je altijd, omdat je drie verschillende persoonlijkheden hebt. Ja.
We're gonna do a song called Rough. And just a little warning for you guys down here. Cyril, Rowan zegt een bepaald image overbrengen. Welk image? Image? Heel vrouwelijk, chic en toch heel sexy. Je kunt wel, sommige mensen sexy hebben ze vaak heel ordinaire dingen in hun hoofd. En dat hoeft helemaal niet. Wat heb jij in je hoofd als je denkt aan sexy? Die foto's die we gemaakt hebben bijvoorbeeld. Ja, ik denk ook, sexy kan er ook ontzettend modieus zijn. Mensen denken ontzettend naar de glamour. Ja. Dynasty-achtige dingen. Terwijl dat helemaal niet sexy is eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het overdreven en een beetje
ja, hoe zeg je dat, common. Ja. Beetje gewoon. Ordinair, beetje ordinair. Al die borsten, zo, dat hoeft ook allemaal niet. Ik bedoel, mode kan ook, je kan ook heel raar dingen dragen. Nee, je kan helemaal hoog gesloten van hier tot hier en nog steeds wel sexy zijn. Ik bedoel, dat, je hoeft niet zo te laten zien. We hebben in het begin ook een tijdje lingerie aangehad op het podium. Mm-hmm. En de laatste tijd hebben we iets heel hoog gesloten en lange mouwen. Dus ja, en het is net zo sexy. Wat is de ideale fan van Centerfold? Wat voor je moet dat zijn? Een muziekkenner? Somebody very broad-minded. Nee, iemand die hoe heet hij nou ook alweer, die fan? Oh, jullie hebben een... Jullie fan. We hebben een regelmatige fan. Allereerst, in het begin hadden we een fan die schreef steeds... Die wilde onze schoenen kopen. En die bleef me schrijven. Want hij had dus een... hij wilde onze pumps kopen. Hij heette ook P. Voeten. Ja, hij heette P. Voeten van zijn achternaam. Dat was ook zo grappig ervan. Maar hij had een tentoonstellingje van afgedragen schoenen van artiesten. Met dus pumps met hakken van 10 centimeter. En die van ons wilde die dan ook hebben. Er zijn heel veel meiden die naar het optreden komen. En we hebben ook fans die... Er zijn twee meiden die gewoon altijd naar de optredens komen. We zien ze overal. Brengen jullie iets anders te werk bij mannen dan bij vrouwen? Nee, we proberen het, jawel, mannen toch wel. Mannen zullen anders voelen dan vrouwen, denk ik. Denk het wel, maar toch proberen we ook de meiden bij te betrekken. Want je had ook in het begin heel vaak, je zag voor Dictator eigenlijk, voor de hit, zag je dat de meeste meiden wisten niet wat ze van moesten maken. En dat je heel veel meiden had, die hadden zoiets van, nou ja, ze stonden alleen maar naar hun vriend te kijken. En te zien wat zijn reactie was, en ze deden nooit mee. We willen altijd die meiden erbij betrekken, want we hebben zo'n gevoel van als de meiden het leuk vinden, dat is echt bewijzing dat het ook goed is. Ja.
heerlijke sfeer inbrengen. Dit is Intimate Climate, onze nieuwe single. Stel de vragen. Oh, schenk we? Ik, ja, hier schenk. Ja, maar mogen we? Hebben de jongens van de Golden Earring gereageerd op jullie Raider Love? Want dat is toch een nummer van hen? George Kooijmans die belde steeds op. Want in diezelfde tijd hadden zij ook een single uitgebracht. En die belde naar de platenmaatschappij. Sorry, George, als het niet waar is. Nou ja, die belde dan op om te vragen hoe het met onze single ging. Nee, ik geloof dat ze heel enthousiast. Zelfs zo enthousiast dat Barry heeft graag in onze videoclip mee wilde doen. En hij, ik moet zeggen, en hij blijft maar doorzingen. Ja. Hij vond het, hij heeft het zo fantastisch gedaan. Die man is gewoon een talent. Hij is zo leuk. Ja, eigenlijk. Ja, ik weet niet of je dat gezien hebt of niet, maar de bloopers grappig, van die. Ja. Nou ja. Dat is hartstikke goed. Ja. Echt niet te geloven. Die man kan bekken trekken. Goed. Hey, ja, ze hebben ga jij nou die dingen aan ons gebruiken? Aan jullie? Wat een mooie uitdrukking.
Ze hebben thuis gevraagd of ik een foto wil maken van je. Je gaat een foto maken. Ja, maar dan moet je een beetje... Zeker voor jezelf. Ik kan er, voor ik kan er je absoluut niks aan. Dus moet een beetje dichter. En zou je een beetje een speciale, een wat speciale pose, als dat zou kunnen? Dit lijkt me maar niks. Kan je minstens in de lens kijken? Okay. Minstens in de lens kijken? Okay. Eén. En een beetje in gezicht trekken? Ik kon het niet. 1, 2, 3. Ah, dat wordt leuk, jongens. Ja? Mogen wij ook eentje van jou maken? Ik ga eentje van jou maken. Okay. Oh my god. Dan hebben jullie het nodig. Laat ons naar de bar gaan. Oké, maar geef hem terug. Laat ons naar de bar gaan en dan beginnen we het interview. Oké, kom. Ik ga met je mee, maar ik wil de foto terug hebben. Ja, prima. Ja, die gaan we ophangen boven ons bed. Gonna do our last song this evening. And it's a song about love. About love? What kind of love is that? I don't know, what kind of love is that? What kind of love is that? Come on, say that again. Red is love. Say that again. Red is love. Right. Red is love.
Rate our love. Thank you. Good night. Thank you. Good night. It's been great.